Goedemiddag lieve kijkers, ik ben terug met een nieuwe aflevering van het programma Dysnamie. Ik heb vandaag twee bekende gasten op bezoek die vaker genoeg in de media zijn en maatschappelijke vraagstukken echt aankaarten. Maar we zullen ze vandaag van een andere kant leren kennen. Blijf u afgestemd. Dysnamie. Hi, ik ben Alvin. Met 20 jaar ervaring van presenteren onder mijn belt mag ik een kleine bijdrage leveren aan de pitches die gegeven zullen worden. Eén ding dat je zeker mee moet nemen als je een pitch gaat doen, is authenticiteit. Hoe kom ik over wanneer ik mijn verhaal vertel? Wat voor gezichtsuitdrukking gaat mijn gezichtsuitdrukking gepaard met hetgeen dat ik zeg? Wat voor emotie wil ik uiten? Waar wil ik mijn luisteraar of kijker naartoe brengen wanneer ik mijn verhaal breng? Dus, authenticiteit. Zorg ervoor dat het verhaal dat je brengt, jouw eigen is, zodat je het kan brengen op een manier die overkomt naar je kijker of naar je luisteraar. Abus kopu, altijd naar lobby. Kijkers, hier sta ik dus met mijn twee gasten van vandaag. Ik zal weer op basis van 12% bepalen wie zal starten bij de introductie. Mevrouw Mange? Ja. 12%? 12%. Zoals altijd. Misschien had ik dat ook verwacht. Iedereen zegt 12% vraag. Meneer Riet, voor u de cent? Cent, ja, zeker. Cent. Meneer Riad zal starten met de introductie. Hallo mensen, ik ben Riad Noor Mohammed. Ik ben een persoon die houdt van hard werken. Ik zit daar in het onderwijs. Onderwijs is typisch een job waar je heel veel mensen kan helpen, heel veel studenten kan helpen. Maar ik zit ook in de politiek waar je nog veel mensen kan trainen en opleiden. Ik hou van hard werken, dus dat betekent ik heb ook weinig hobby's. En na een harde werkdag, dan zit ik lekker op mijn balkon met een kopje thee. En daar vind ik wat rust. Ik werk een aantal uren lang, dus het is nodig, inderdaad. Vroeger, toen ik heel veel onderzoeksprojecten deed, dan deed ik dat in de natuur, in het milieu. Ik hou ervan. En ik wil daarom ook een bijdrage leveren aan milieu en duurzame ontwikkeling van Suriname. Ik ben zelf hoofddocent op de Universiteit van Suriname. En ik hou me ook bezig met onderwijs en onderzoek op dit gebied. En in de politiek leek heel veel mensen op het gebied van politiek bestuur. Vele mensen kennen me daar als voorzitter van het Janadin Instituut. Ik ben Riad Noor Mohammed, DNA-kandidaat van Paramaribo op de lijst van de VHP. Ik ben Reshma Mangre, gehuwd Surinander. Ik woon in het district Wanica. Ik ben zelf universitair afgestudeerd. Ik heb mijn Master of Science. Ik heb ook mijn Bachelor of Education. Ik ben 20 jaar in de vakbeweging. En ik heb me opgewerkt van secretaris-generaal tot de huidige voorzitter van de grootste ambtenarengroep in Suriname. En dat is de leraren. Verder heb ik mezelf de kennis, de inzicht en ervaringen verruimd. Door lokaal trainingen te volgen, maar ook mee te doen aan internationale wereldcongressen. En specifiek over het onderwijs. Ik kom laatst van Bangkok, waar we ook over onderwijs hebben gesproken. En verder in het dagelijks leven heb ik zijn leerkrachten. Dat is onderwijs mijn passie. En behartig ik de belangen van de leerkrachten. We hebben de introductie gehad. U dacht zeker dat u ze kende, maar u heeft zojuist dingen gehoord die u nooit heeft gehoord. We gaan over naar pitch 2 en ze zullen zeker een spelletje spelen. Daar ben ik weer. Een volgende tip die ik met je zou willen delen, wanneer je gaat presenteren, wanneer je gaat pitchen, wanneer je mensen gaat toespreken, is je oogcontact. Die is een toffe. Want 9 van de 10 keer zal je horen dat als je een crowd toespreekt, dat je net boven je hoofden moet kijken, omdat je dan niet in hun ogen hoeft te kijken, zodat mensen je niet zenuwachtig maken. Hoe jij daarmee omgaat, is eigenlijk aan jou. Hoe goed sta je in je kracht en hoe goed ga jij om met zenuwachtig zijn? Ik zou mensen aanraden om je publiek wel in de ogen aan te kijken. Daaruit kan je namelijk herleiden als het contact dat je probeert te maken daadwerkelijk daar is. Want if je lukwas maar alles mee lukwadoktu, alles mee teersanagrong, dan is dat takasan zeedu neuroko. Oogcontact. Een toffe en eentje die goed aansluit op de eerste. Authenticiteit. Het maakt je alleen maar echter. Lieve kijkers, we zullen starten met pitch 2 en dit keer doen we het spel tafel van 7. Wat houdt het in? Bij elk cijfer, veelvoud of deler van 7, zegt de persoon in plaats van het getal zoef. Laten we even kijken wat mijn gasten ervan maken. Oké, wie gaat starten? Zal ik starten? Ja, is goed. We hebben een quota voor vrouwen 30% gesteld, dus je mag beginnen. Okay. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 7, Nee, toch? 28! Nee, je hebt verloren. Ja. Ja. Oké, okay, dan ga ik bepalen. Ja. Kijk, ik had jou eerst de gelegenheid gegeven vanwege die vrouwenkoren gedoe, mm-hmm. maar ik ga daar niet meer mee werken, dus ik ga beginnen. Waarom zou je op de VHP moeten stemmen? De VHP staat bekend om haar principes van goed bestuur, transparantie, rechtsstaat, u allen bekend. En daarom heb ik vele jaren terug ook een beslissing genomen om de VHP te joinen. De VHP is een partij dat bekend staat om het oplossen van vraagstukken, economische vraagstukken, onderwijsvraagstukken, gezondheidsvraagstukken. En weet je wat allemaal interessant geworden is? De laatste jaren heeft de VHP de diversiteit vergroot. De diversiteit van jong tot oud, diverse etnische groepen, diverse culturen. Alle districten die massaal meedoen en participeren in het politiek bestuur van de VHP. Op die manier is de VHP in staat betere ontwikkeling te brengen voor Suriname. Ik noem het altijd duurzame ontwikkeling van Suriname, omdat je op deze manier de vele problemen van iedereen zou kunnen oplossen. Ikzelf lever ook een bijdrage aan de VHP, bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Ik nodig jullie daarom uit om ook deel te nemen en te stemmen op de VHP, omdat jouw bijdrage ook heel erg belangrijk is. Waarom zou iemand moeten kiezen voor de VHP? De VHP is een partij die staat voor kennis, visie en daadkracht. Zeker een partij die het land Suriname weer leefbaar kan maken, waar iedereen op een eerlijke wijze en op zijn eigen kracht geld kan verdienen om haar of zijn gezin te verzorgen en niet afhankelijk is van voedselpakketten. De VHP staat zeker voor integer leiderschap, good governance, goed bestuur. Want een land valt en staat met goed beleid, met goed bestuur. En ik zou u aanraden om daarom voor de VHP te kiezen. Om ons land samen te helpen om het te maken, weer te maken tot een leefbaar Suriname. Dat was het voor pitch 2. U heeft de motivatie gehad over waarom u op de VHP moet stemmen. We gaan nu naar de vragenronde. Blijf u afgestemd. Hier staan we dus en we zullen starten met de vragenronde. Meneer Riet, kunt u me een vraag overhandigen? Ja, alsjeblieft. Thank you. Mevrouw Mangre, dank u wel. De vraag luidt als volgt: waarom heeft u gekozen voor de VHP? En dan gaan we eerst luisteren naar meneer Riet. Waarom ben ik lid geworden van de VHP? Ik ga je wat vertellen, misschien wist u dit nog niet. 20 jaar terug las ik advertentie in de krant. En ik was pas afgestudeerd, ik kwam uit het buitenland en er was een advertentie kadertrainingen bij de VHP. Nou, dat vond ik leuk. Ik wilde me ook altijd bezig houden bij de politiek, laat me u dat eerlijk zeggen. Dus ik heb me gelijk aangemeld, 2 weken lang een cursus gevolgd en daar ging de wereld open. Heel veel mogelijkheden in de VHP die mij aantrokken. Ik heb gekozen om te werken bijvoorbeeld in de structuren van de VHP. De adviesraad was het eerste waarmee ik begon. Het wetenschappelijk bureau was ook een instituut waar ik in begon in de VHP. Op die manier heb ik mezelf kunnen opbouwen en ontwikkelen. De VHP is een partij geweest voor mij waarbij transparante communicatie er was, waarbij je mocht meehelpen aan documenten. En daarom ben ik tot vandaag nog lid. Als ik een bijdrage wil leveren, staat de partij open voor mij. Je moet het alleen maar zeggen en de partij zet je in welke vorm dan ook. In de VHP, buiten de VHP. En ik ben zeer dankbaar daarvoor. Vandaag kan ik een bijdrage leveren aan heel Suriname. Meneer Riet heeft zojuist aangegeven waarom hij heeft gekozen voor de VHP. Laten we nu luisteren naar de reden van mevrouw Mangri. Ik heb gekozen voor de VHP omdat ik sta achter hun visie, hun verkiezingsprogramma, maar ook hun wederopbouwplan. In hun verkiezingsprogramma hebben ze onder andere opgenomen wat onder andere leeft onder die gemeenschap. We denken bijvoorbeeld aan onderwijs, goed draaiende scholen, werkgelegenheid creëren voor jongeren, sterke gezinnen, goede gezondheidszorg voor elke burger. En ook in hun wederopbouwplan hebben ze bijvoorbeeld opgenomen dat zij het agrarisch onderwijs willen gaan stimuleren.
ik ben er persoonlijk ook een voorstander van, daarvan maak ik me ook sterk, dat we moeten gaan kijken, ons onderwijs gaan afstemmen op vraag en aanbod. Zodat we straks, wanneer onze studenten zijn afgeleverd van de universiteit, dat die studenten aan het werk, dat we die studenten aan het werk kunnen helpen. De VHP staat ook voor vooruitgang, veiligheid, verandering en hoop. En wilt u die verandering brengen, stemt u op de VHP. Oké, de volgende vraag, mevrouw Mangre. Mag ik een blaadje? Thank you. Orange, meneer Riad. De vraag luidt als volgt. Noem één verworvenheid van de VHP waarop u trots bent. Een verworvenheid waarbij ik trots ben op de VHP is onder andere dat de VHP zich heeft getransformeerd tot een nationale partij. En dat is op diverse gebieden. Als we kijken op het gebied van religie, op het gebied van etniciteit, maar ook op het gebied van gender. En ik denk dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat op de kiezerslijst er zoveel vrouwen staan en ook als lijsttrekkers in een aantal districten. Ik ben en ik sta voor de vrouw. Ik wil de stem zijn voor een vrouw. We zouden vanuit de VHP de vrouw wat meer moeten stimuleren om in besluitvormingsprocessen mee te doen. Want dat missen wij. De VHP heeft nu de kans geboden om vrouwen als lijsttrekker te zetten, om een bijzondere rol te gaan vervullen in de Nationale Assemblée. Dus we verwachten dan ook dat vrouwen voorbeeld nemen aan ons en dus hun rol zullen vervullen, ook in besluitvormingsprocessen. Beste kijkers, de meest belangrijkste verworvenheid van de VHP vind ik nog altijd het feit dat de VHP, toen ze in de regering waren, heeft gezorgd voor een goede financiële, sociale situatie en stabiliteit in Suriname. En weet je waarom dat belangrijk is? Wanneer de wisselkoers stabiel is, wanneer je salariswaarde vast is, dan kan je jezelf ontwikkelen. En dat heb ik ook gedaan. In die regeerperiodes heb ik mijn eigen huis kunnen bouwen. Heb ik mezelf verder kunnen ontwikkelen. Dat is heel erg belangrijk. De financiële situatie is belangrijk voor Suriname. Als we dat hebben, kunnen we de vele problemen in het land op onderwijsgebied, gezondheidszorg, de woningnood duurzaam aanpakken en ontwikkelen. Daarom pleit ik ervoor dat de VHP in haar beleid doorgaat met het zorgen van financiële stabiliteit in Suriname voor iedereen. Oké, de laatste vraag. Meneer Riad, maar. Thank you. Ik ga het ook even pakken. Wat is uw bijdrage aan de maatschappij via de VHP? Mijn bijdrage via de VHP aan de maatschappij is divers geweest. Maar ik ga twee belangrijke dingen opnoemen waarvan ik vind dat die enorm veel impact heeft gehad. En dat is, ik ben zelf voorzitter van het Janadien Instituut van de VHP. En die verzorgt kadertrainingen. En weet je wat het leuke is? Deze kadertrainingen zijn voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn. We hebben alleen je naam en je telefoonnummer nodig, zodat we je kunnen oproepen om deel te nemen aan politiek bestuurlijke trainingen. Daarmee wordt jouw capaciteit opgebouwd en opgevoed. Wij willen hebben als VHP dat jij je ook breed kan inzetten in Suriname, ongeacht je politieke kleur. Een tweede zaak dat ik heel erg belangrijk vind, is als DNA-lid. Ik ben 5 jaar DNA-lid geweest en daar heb ik ook mee geholpen om wetten te ondersteunen. Ook al waren ze van de coalitie, om die te ondersteunen wat goed is voor het beleid van het land. Ik heb zelf ook initiatiefwetten gemaakt. Dat is heel erg belangrijk als je DNA-kandidaat bent. Om zelf ook die bijdrage te leveren op initiatief van de burger, de maatschappij. En de laatste belangrijke zaak is, ik heb ook issues van de burgers, issues van de maatschappij onder aandacht gebracht van de regering. Onthoud dat goed. Jouw eigen bijdrage is verschrikkelijk belangrijk als DNA-kandidaat. We hebben het gehoord van de heer Riad. Laten we nu luisteren naar mevrouw Mangri. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de maatschappij, omdat ik tot het inzicht ben gekomen dat wanneer je actief deelneemt aan de politiek, jij de belangen van iedere burger kunt behartigen. Ik heb me tot nu toe beperkt tot het behartigen van de belangen van de leraren en ik wil nu een dienaar worden van het volk. Ik ben elke dag in het veld bezig. Ik hou de Meet the People campagnes. Ik praat tot mensen, die bewustwording komt op gang. En we willen samen met de noden die het volk aangeeft, proberen dit land te redden. Dat is ons uiteindelijke doel. En Suriname leefbaar te maken waar waarden, normen gelden voor een ieder. Gelijke waarden, gelijke normen, maar ook gelijke kansen voor iedere burger in ons geliefd land Suriname. We hebben de vragenronde achter de rug gehad.
Er zijn diverse kandidaten. Waarom zou u speciaal voor mevrouw Reshma of Riyad moeten kiezen? Laten we even naar ze luisteren. Waarom ga je stemmen op Reshma Mangre? Ik maak me onder andere sterk voor goed en betaalbaar onderwijs. Ik heb altijd gezegd dat ik een voorstander ben van de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U weet zelf hoe oud de leerboeken zijn, de toegankelijkheid in het onderwijs, maar ook gelijke kansen voor ieder in het onderwijs. We merken ook dat de jongeren die nu zijn afgestudeerd moeilijk aan een baan komen. Afgestudeerden zitten thuis van de universiteit, van de middelbare scholen, van hbo-opleidingen. Dus waarvoor ik me ook sterk maak, is werkgelegenheid creëren voor jongeren. Maar ik wil vooral een stem zijn voor de Surinaamse vrouw. Women power for all women in Suriname. Daarom ga jij stemmen op 25 mei op kandidaat nummer 3 in Wanica, Reshma Mangre. Waarom zou ik op Riyad moeten stemmen? Vele mensen hebben mijn presentaties gezien in het parlement waar ik heel transparant en open ben. En ik durf mijn fouten ook te corrigeren voor het publiek in het openbaar. Ik hou er ook van om mijn gegevens te sharen met iedereen, zodat iedereen het beter kan doen. En daarom denk ik dat het goed is om rechtvaardige mensen, transparante mensen te hebben in het parlement. Daarvoor ga ik trouwens ook. En daarom zou je op Riyad Noor Mohammed moeten stemmen. Ik ga me sterk maken voor milieu en natuur en duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen. Ik wil hebben dat we deze inkomsten op een duurzame manier gaan inzetten voor de vele problemen in Paramaribo. We kunnen daarom het woningprobleem oplossen. We kunnen veel meer industrie oplossen. We kunnen veel meer banen creëren. Gezondheid, onderwijs kan ook verbeterd worden. Maar daarvoor moeten we op een deskundige manier, op een goede manier omgaan met onze rijkdommen in Suriname. Stem daarom op Riyad Noor Mohammed op nummer 3 van de lijst Paramaribo VHP. En hier komt de vraag. Waarom moet u op 25 mei 2020 naar de stembus? Ze zeggen meestal dat Suriname een 4 seconden democratie heeft. Binnen 4 seconden kunt u bepalen hoe de toekomst van Suriname eruit zal zien. Dus de macht ligt in uw handen. Ga naar de stembus en vervul uw burgerplicht. Mijn naam is Pina Santusha en dit was het voor deze aflevering.